Wat is er? Buikpijn. Heb je honger? Weet niet. Heb je wat lekkers in huis? Soepballen. Augurken. Ik heb denk toch niet zo'n honger. Ik voel me niet zo chill. Ik ga denk naar huis. Raak je je bloed? Waar? Jij bent ongesteld! Wil je het alsjeblieft tegen niemand zeggen? Waarom niet? Omdat ik het gewoon niet wil. Oké, wat jij wil. Hebben jullie misschien, je weet wel, in huis? Ik denk niet dat mijn vader dat heeft. Nee. Ja, wc-papier is ook goed. Hi, Rak. Ben jij niet warm? Ik heb het in ieder geval bloedheet. Bloed. Sorry, ik moet gaan. Dieners. Hey, Spruit. Hoi. Niet opstaan. Ik regel het vandaag allemaal. En jij blijft lekker lang uit liggen. Maar echt? Ja, zeg maar. Zeg maar. U roept, ik lever. Wordt immers niet elke dag een vrouw. Oh. Kopje thee. Ramechok. Limonade. Engels dropje. Zo'n saizenbroodje. IJs. Chocolademelk. Okay. Met slagroom. En marshmallows. Marshmallows. Ik geloof niet dat ik dat in huis heb, schat. Au. Wat is er? Wat heb je? Buikpijn. Wat heb je? Buikpijn. Blijf zitten. Rustig aan. Probeer een beetje naar achteren toe. Warme chocomel. Slagroom. Marshmallows. Ga ik voor je halen. Een beetje achter. Ja, lekker populair vandaag, hè? Heb ik je goed gefixt. Ja. Mag ik eentje? Ja, thanks. Oeh, chocola. Hoe komen jullie daaraan? Hier, vang. Van wie komt deze supply? Dit is geen supply, dit heb ik. Dit is mijn wijk. Als iemand aan mijn klanten komt, ik zweer. Niemand zit aan je klanten pep of shit uitgedeeld omdat ze iets te vieren heeft. Ben je jarig? Nee, ik ben... Je bent vandaag toch ongesteld geworden, dat zei je toch? Oh my god! Gefeliciteerd. Welkom bij de club. Heeft je moeder je alle ins en outs al verteld? Maakt niet uit. I got you. Als je voor de eerste keer ongesteld wordt, is het reden voor een feestje. Want je lichaam is er klaar voor om kinderen te maken. Kinderen? Ho, ho, ho. Dat je er lichamelijk klaar voor bent, wil natuurlijk niet zeggen dat je er gelijk voor moet gaan. Hè? Ja, Raki. Denk maar niet dat je... Oeh!
Dus, er zijn twee keywords. Consent en verantwoordelijkheid. Schrijf dat maar op. Anyway, het is vanaf nu belangrijk dat je vanaf nu altijd de juiste producten bij je hebt, oké? Okay? Je weet wel, voor het geval dat. Je hebt maandverband, dat is heel makkelijk. Plak je zo in je onderbroek en gooi je weer weg. Maar je hebt ook tampons en cups. Dat kan wel even een gedoe zijn, want zo'n tampon, dat stop je er zeg maar in, is een soort mini-spons, gooi je daarna weer weg. En zo'n cup, die kan je omspoelen en weer hergebruiken. Hier. Dan kan je het eens proberen. Als je durft natuurlijk. Jij daar. Slecht geweten? Liegbeest. Liegbeest? Hé, hey, hier beneden. Liegbeest. Liegbeest. Pep, gaat alles goed? Ja, gewoon. Verkeerde gat. Leugenaar. Waarom doe je alsof jij ongesteld bent geworden? Mijn vader zag jouw bloedvlek. Ik doe het alleen voor jou, hoor. Helemaal niet. Je wil gewoon aandacht. Daarom lieg je tegen iedereen. Zelfs tegen je beste vriendin. Wat? Thanks, Sex. Had je nu maar je moeder, hè? Om je te redden van al je leugens. Maar je moeder heeft jou nooit gewild. Je bent een professionele leugenaar. Stil. Pep, gaat alles goed? Ren maar weg, ja. Loveback. Begin maar voor al je leugens. Had je nu maar je moeder. Had je nu maar je moeder. Maar je moeder heeft jou nooit. Geeft jou nooit. Is alles oké? Okay? Nee, niets is oké. Okay. Ik word achterna gezeten door een monstertapon. Over waanbeelden heb ik niks gelezen. Wat zegt dat monstertapon dan precies? Dat mama me nooit wilde hebben. Nou, kom er nou uit. Het geeft niet. Nou, kom. Kom. Nou, hou het er nou eens uit. We hebben het toch fijn met z'n tweetjes? En al die emoties horen nou eenmaal bij het ongesteld zijn. Maar ik ben helemaal niet ongesteld. Sorry, Rak. Jongens, wat is hier nou aan de hand? Raki is ongesteld. Niet ik. Maar ik mocht het niet doorvertellen. Dit is voor jou. Knetterchocola. Mijn lievelings. Zullen we afspreken dat we altijd eerlijk tegen elkaar zijn? Over alles? Ja, over alles.